aan de zijlijn. Dat is de walker. Eén voor één nog één keer. Oudste die hier vandaag zijn. Kijk nou, prachtige baan. Uitstraling. Zijn al Jasper met 366 dagen op. Dan zien we poppunt 353. Mooie complimenten waar ik al van hier draaien. Voor de Olympische Commissie. Hier op de Olympische zijn manifesteren als in Trump. Dit zijn nog bijzondere momenten hoor, dus volgend jaar natuurlijk nog maar weer de vlaagdelen van deze hengsten hier, die dan nog weer komen. Verder 3,50 hier. Vetsen 3,49. Daar is Kabe 3,48. Abe 3,46. En daar Oeke 3,38. 21 jaar nu. En Jack 3,28. Ook geworden in het jaar 1990. 21 jaar. Referent Jack. De roep wordt nu compleet gemaakt. In de passage. Jasper 366. De draaier heeft gewonnen. Ja, dames en heren. Waren we van de eerste groep die we net hadden, ging het dak misschien een half af. Wat ons betreft pak het straks helemaal eraf. Maar hier lopen wel hengsten tussen de 16 en de 21 jaar. Als je naar die 21 jaar kijkt, 20 en 21 jaar, hoe die zich op die leeftijd niet presenteren, dat is gewoon fantastisch. Hengsten in zo'n goede conditie houden en bewaren, dat is meer dan een compliment waard. En straks krijgen we de presentatie van de hengst. Het is genieten. De mensen die hier om 8 uur waren, dat mogen hun spijten. Want het is een fantastische show waar wij als jury ook zeer van onder de indruk zijn. Dat is wel de hartelijk bedankt, dus dames en heren, namens het KVS bestuur, nog weer bij de honding van deze angstrijkste binnen KFPS. Neo-san. We hebben altijd een geweldige start van deze KFPS hengstenkeuring. Het zijn dit mooie momenten, we hebben genoten, maar dat die ook daar blijven. That is Neo standing out there, trying to, yep, he's a carbon copy, isn't he? Yes, he is. Conan sire. You can see a lot of Conan in Tyrk, too. Yeah. Where is Tyrk? On the end. Yeah. Yeah, that's a carbon copy of Neo. Dit is een aanhanger in Van der Meulen. Het zijn alweer. Daar komen ze nog even in opwachting maken, dames en heren. De klos van het KFPS. Die machtige bewegingen van Jasper daarvoor op. Kijk en geniet.